Goedenavond, hartelijk welkom weer bij Crypto, het puzzel- en denkspel van Nederland. En je kunt er nog hele mooie prijzen mee winnen ook. En welke dat zijn, dat laten we nu even zien. Elke avond maakt u kans op een van die schitterende prijzen uit het Sony-pakket. En elke vrijdag gaat de hoofdprijs eruit. De Peugeot Squad, een scooter die iedereen graag wil hebben. En mijn eerste kandidaat is Marijke. Marijke, ben je daar? Jawel. Hallo, waar bel je vandaan? Vanuit Hengelo. Vanuit de Hengelo. En wat doe je daar zo? Nou, ik ben hoofdzakelijk huisvrouw en verder werk ik als verkoopster in een speelgoedwinkel. Dat is best een leuke combinatie, denk ik. Ja, is prima, ja. Hartstikke goed. We gaan even kijken wie jouw tegenstander is. Dat is Karin. Hallo. Hallo Karin. En waar bel jij vandaan? Ik ben uit Dronten. Dronten. En ben jij ook huisvrouw en gedeeltelijk werkzaam? Ja, inderdaad. Ik ben voor 2,5 dag in de week secretaresse. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. En tijd genoeg dus om ook eens een keer crypto te hebben gezien en om nu te gaan spelen. Veel succes. Dank u wel. Marijke, ja? Jij mag beginnen. Jij moet zelfs beginnen. Jouw tijd gaat in en concentreer je heel goed. Succes. Okay. Roep wat. Nummer 4. Nummer 4. Grond. Nee, grond kan niet. Ja, bijna. Klinkt hetzelfde. Ja. Neem een ander lettertje anders. Nummer 7. Nummer 7. Schor. Ja, ja, schor. Ga door. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 3. Nummer 3. Zie je veel in de kerk? Nee, ik zie het even niet. Nummer 5. Nummer 5 nemen we gewoon. Als je iets niet door mag vertellen. Geheim. Geheim is goed. Ga door. Nummer 10. Nummer 10. Ben jij vroeger vast wel eens geweest? Disco. Disco, tuurlijk, is goed. Ga snel, noem een ander cijfer. Nummer 1. Nummer 1, dat lijkt me slim. Nee, dat... nee, zie ik niet. Nummer 12? Nummer 12. Als je zo'n put roept. Weet je nog vroeger in zo'n put? Hallo. Echo. Echo, ja. Ja. Nummer 2? Nummer 2. Zie het woord, roep het woord, roep het. Grimo. Wat? Grimo. Nee, 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 nee. Grimo niet, het was romig en het was vingerhoedje, dat zie je nu in beeld. Ja, helaas voor jou te laat. Ja. Blijf er even hangen en ik ga even met Karin verder spelen. Karin? Ja, dat ben ik. Oké, hou het tenminste 1 minuut over, dan heb je sowieso een prijs. Ja. Oké, jouw tijd gaat nu in als jij iets roept. Nummer 1. Nummer 1. Kosten. Kosten is goed. Nummer 2. Nummer 2. Naars. Naar. Ja, naars. Dat was een mazzeltje. Ga door. Nummer 3. Nummer 3. Je gaat het rijtje af. Spar. Spar is ook goed. Dat is slim. Nummer 10. Nummer 10. Lont. Lont is goed. Nummer 11. Nummer 11. Nummer 12. Nummer 12. Slaapt. Slaapt is niet goed. Plaats. Plaats is wel goed. Je gaat heel goed. Ga door.
Nummer 5. 5. Moest je vroeger al maken bij Nederland? Opstel. Ja, een opstel. Nummer 6. Nummer 6. Vloot. Vloot is goed. Noem snel een ander cijfer. Nummer 7. Nummer 7. Koek. Koek is ook goed. Misschien zie je het woord al wel. Kaartverkoop. Kaartverkoop is goed. Yay! En volgens mij, Karin, ben jij blijven steken op 40 seconden. Marijke, van jou neem ik afscheid, want ja, nou, ja daar ja, kan je niet tegen op, hè? Tegen zo'n goede puzzelaar. Ja. Volgende keer beter en bedankt voor het meespelen. Dank je wel. Oké, dag Marijke. Karin? Ja? Een wereldontvanger is voor jou. Je hebt echt uitstekend gepuzzeld. Oh, hartstikke mooi. En daarbij ben jij tot nu toe de hoogste... je hebt de hoogste score van deze week. Ja? Dus dat betekent dat ik jou morgen ook nog eens een keer in de studio zal aantreffen. Oeh, spannend. Dan ga je spelen voor die scooter. Maar dat wordt allemaal helemaal met jou geregeld. Dat hoor je allemaal. Okay. Bedankt. En ik zie jou morgen. Ja, oké, bedankt. Oké. Dag. Dag. Bedankt voor het kijken. En morgen wordt het dus heel spannend. Want dan gaat er heel veel uit. En gaan we met veel mensen voor een mooie prijs spelen. Tot morgen.